Ik denk dat gezondheid en welzijn het grote thema is en de komende 10 jaar wel wordt in de vastgoedsector, maar ook daarbuiten. Ik vond het een hele inspirerende middag. Ik vind de locatie al prachtig. Die geeft al energie. Ja, de belangrijkste boodschap is dat we geneigd zijn om in het gebouwen 1 temperatuur te handhaven. Terwijl ik denk dat het gezonder is om meer te variëren in temperatuur. Zowel in koude als naar de warmte toe. Een beetje meer variatie in temperatuur levert een gezonder lichaam op. Een wetenschapper daagt je toch weer uit. Wat zet je wel tot nadenken? Daar moet het vandaan komen. Daar moet eigenlijk begint een soort van bewijs van dat je een andere kant op moet denken. Wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek is dat verreweg het grootste effect op ons welzijn en op onze gezondheid bepaald wordt door de omgeving waar we ons in begeven. Wel 3 keer meer dan bijvoorbeeld DNA of de lifestylekeuzes die we maken. Het RIVM heeft bijvoorbeeld begroot dat in 2030 40% van onze beroepsbevolking chronisch ziek is. Dat we echt wel wat te doen hebben als samenleving. Hebben we een enorme opgave. De vastgoedsector speelt daar een cruciale rol in. Ja, als ik zie, zomaar zeggen, de percentages met het stemmen van mensen die daarmee aan de slag gaan, dan zie ik toch 2/3 van de aanwezigen die zeggen, ik ga hier iets mee doen. Dat is eigenlijk precies het doel van vandaag. Het was echt een oproep tot actie. Hoe ga je hiermee morgen aan de slag? We hebben geen tijd te verliezen. En ik vond het heel erg interessant om de menskant eens even belicht te zien, in plaats van de stenenkant. Nou, en daar is goed op ingegaan. Het is ook leuk om te zien dat er echt interesse lijkt te bestaan vanuit, zeg maar, de gebouwde omgeving, zo maar zeggen, in de gezondheid, in de mensen, dat de mensen iets meer centraal komt te staan. Ik vind het altijd heel erg goed met seminars, inhoudelijk mensen bij elkaar te brengen. Ze komen altijd met veel energie weer van terug. Dus ook hier vandaag.